Nou horen we een vogeltje. Luister goed, Frits. Enig idee wat voor vogel het is? Nee, meestal denk ik dan, oh, het is 4:30 ochtends, ik mag nog 2 uur slapen. Oh ja, het is mooi, hè? Dit is de spotvogel, ja, wist ik ook niet hoor. Een groen-geel vogeltje dat vanaf mei tot begin september te vinden is in Nederland. En vrijwilliger Emmert Messeling zorgt ervoor dat dit vogeltje volgend jaar gewoon weer terugkomt. Want morgen is het Natuurwerkdag. De grootste vrijwilligersactie in het groen. En Emmert, hartelijk welkom. Dank je wel. Leg eens uit, wat kan jij dan doen voor dit vogeltje bijvoorbeeld? Ja, ik heb wel wat met die spotvogel. Wat wij doen is het terugzagen van houtwallen, houtsingels tussen weilanden. Bomenrijen. En die spotvogel houdt van jonge boompjes. Oké, dus als hier zien we hem. Afzaagt, hier zie je hem. Als je hem afzaagt, binnen een jaar, 2 jaar groeien die boompjes weer. Ja. En dan zit hij er. Is het vooral wilgenknotten dan? Wilgenknotten, ook elzen. Maar het is ook heiplaggen. Of het is boompjes planten. Of het is soms appels plukken. Het is van alles. Ja. En hoeveel van die vogeltjes komen dan terug als jij je werk goed doet? Nou, moeten we tellen. Ja, dat is een goeie. Dat doe ik ook. Ja. Dus ik weet het wel een beetje. Ding. Heel goed. Vogelteldag. Op het landgoed Koelhorst bij Amersfoort, waar ik de boompjes snoei, zitten 8 paadjes van die spotvogel. En daar gaat het niet zo heel goed mee in Nederland, dus daar zijn wij best trots op. Ja, dus dan is het belangrijk werk. Maar vertel mij eens, want is het niet juist beter om de natuur gewoon zijn gang te laten gaan? Ja, dat is de vraag die het meest gesteld wordt. Ja. Ook door de mensen die komen morgen, die meeklussen en zagen, heb het nou eigenlijk nut wat wij doen? Ja. En dat heeft wel nut, omdat heel veel van ons landschap hebben wij zelf gemaakt. Ja, we hebben een oud knutsellandschap gemaakt. Wat een ontzettend leuk en mooi landschap is. Maar wat wel onderhoud vergt. Ja. Dus je moet wat doen met die houtsingels bijvoorbeeld. Om het afwisselend te houden. Ja. Kijk, heel veel van ons landschap wordt steeds saaier. Het wordt allemaal efficiënt ingericht. Ja. Ook een boerenland. Is dat zo? Dat Want is ik echt vind zo. Juist zoveel mooie natte stukken komen nu. Ja, dat zijn, met heel veel vogels. Dat zijn echt natuurbeschermingssuccessen, zeg maar. Ja. Maar die plekken waar de natuur goed gedijt en plek heeft, het is wel de uitdaging om dat zo mooi mogelijk te houden. En dat doen we op die Natuurwerkdag morgen. Ja, ja. Waarom komen mensen? Om hele verschillende redenen. Ja. Het mooiste verhaal was vorig jaar dat iemand kwam en die zei, ik heb afgelopen week slecht nieuws gehad op mijn werk. Oh. Ik vlieg eruit. Oh jee. En ik moet even wat agressie kwijt. Nou, die heeft meters gemaakt op die dag. Ja. Maar ik zeg al, het is gezond, het is berengezellig en het is ook goed voor de natuur. Maar het is ook lekker. Ja. Het is gewoon goed om lekker om te doen. Even, is het iets voor jou, Frits? Morgen heb je wat te doen. Ja, morgen moet ik een groot gala presenteren van Wereldouders. Oké, okay. Dus jij kan. Maar stel je voor dat hij nou wel, of als iemand mee wil doen, wat kan die persoon dan doen bijvoorbeeld? Ja, ik vind het leuke van een natuurwerkdag, je hebt geen specifieke natuurkennis nodig. Als je een paar handen hebt die je kunt gebruiken, je kunt een zaag vasthouden of een hoorn. Nou, dan zeg je al wat, hè? Een zaag vasthouden. Dat lukt de meeste mensen nog wel. Maar dan niet in je eigen beenzaag. Nee. Je moet een beetje oppassen. En wij zeggen altijd, je hoeft niet veel meters te maken. Doe gewoon lekker mee. Maar dan kan eigenlijk iedereen die mobiel is meedoen. Ja. Jongeren, ouderen. Maar laten we eens kijken. Wat kun je verwachten? Is het zagen? Het is opruimen ook? Of ja, opruimen is ook voor ook kinderen? Veel opruimen, zeker. Morgen op Landgoed Koolhorst bij Amersfoort, waar ik zelf actief ben, hebben we een groep kinderen ook die meedoen. Wat doen die dan bijvoorbeeld? Gewoon meezagen. Dus hebben tijd om naar de vogeltjes te kijken? Die gaan natuurlijk weg dan, want er zijn zoveel mensen. Het is iets rustiger en het is wel waar. Als wij met z'n allen in de natuur zijn, zijn de vogeltjes wat verder weg. Ja. Maar die kinderen doen lekker mee. De ouders zijn erbij, passen ook een beetje op. Het is wel een heerlijke dag. Heerlijke dag in de natuur, hè? Ik hoop dat het droog wordt. Ja, dat wel. Ja. Maar moet niet regenen. Nee, dat is dan wordt het opeens zo heel vervelend. De Nationale Postcode Loterij die ondersteunt deze dag. Hè. Wat ga je morgen doen? Ik ga morgen aan de slag met elzen knotten. Bij een boomgaard op dat landgoed waar ik het over had. Ja. Nou, zo houden we daar alle landschapselementen in stand. Dus bijvoorbeeld goed voor de steenuil. Die gedijt in dat hele kleinschalige landschap. Daar vindt hij insecten en dergelijke. Ja. Dat is ook goed voor vleermuizen. Dus voor allerlei vogels. De reeën vinden weer een plek in die nieuwe houtwallen die weer uitlopen. Dus het is gewoon mooi. Dat wordt gewoon, jij weet er nu heel veel van. Jij weet natuurlijk precies waar de steenuil zit. Ja, maar als je veel op zo'n plek komt, dan op een gegeven moment wordt het een beetje van jou. Zo'n landgoedje. Dan zit je achtertuin. Een beetje wel. Ja.